Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En deze stond eigenlijk niet op de planning. Maar wanneer er dan ineens een Resident Evil 8 demo verschijnt, dan moet ik hem natuurlijk wel gaan checken. En dat is ook precies wat we gaan doen op dit moment. Jelle, die had hem gisteren al gecheckt. Dat heb je misschien gezien tijdens de GameKings livestream. Ik heb expres niet opgelet, want ik wilde deze ervaring toch echt volledig zelf beleven. Dat is dan ook precies wat we nu gaan doen. Ik heb hem net geïnstalleerd op de PlayStation 5. En volgens mij is het vooral een visual demo. Dat staat ook in de omschrijving. En is het niet per se gameplay wat we kunnen verwachten. Maar geeft het ons wel een kleine taste voor Resident Evil 8. En als je geboor hoort op de achtergrond, mijn excuses daarvoor. Ze zijn hier al 3 maanden non-stop aan het boren. En ik word er krankzinnig van. Maar we gaan de game spelen. Escape the Dungeon. We hadden hem gisteren gespeeld op een OLED-tv natuurlijk. Dat zag er echt ongelooflijk uit. Zwartwaarden zijn natuurlijk altijd ontzettend goed bij een OLED-tv. Ik speel hem nu op een IPS-paneel. Ja, dat is toch iets minder. Scrap of paper. An old scrap of paper buried in the wall. I think someone left a message. Maar wat staat er dan? To whomever is trying to escape this place, I hope this note will be of some assistance. You don't know me, but you will have to trust me if you want to survive. First, you need to get out of this cell. Look around for the way. Get on your hands and knees if you must. Okay, dat zal ongetwijfeld de tip zijn. Then search for the thing you'll need to escape. It will be hidden where they'll least suspect, soaked in blood. Once you get out of the dungeon, you should find yourself in a room. The door there won't lead to salvation. The light will lead you down the right path. You might hit a dead end, but do not give up. There should be a way to proceed hidden somewhere. Once you find the ladder, the only way is up. But watch out. Don't let them see you. I plan to make my escape tonight and pray that you will make it out alive. Nou, dat is aardig. Jelle zei al, het voelde een beetje als een escape room. En die vibe heb ik ook wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel heel erg veel voor dit nieuwe Resident Evil steltje. Ah, zo ga je bukken. Dat zijn ze sinds deel 4 een klein beetje, maar sinds deel 7 zijn ze echt in dat nieuwe steltje gegaan. Jezus, wat is dit allemaal maden. En ik dik dat echt enorm. Resident Evil 7 was ook volledig in VR te spelen. Volgens mij is dat deze niet. Ik weet het niet zeker. Maar misschien heb ik die aankondiging gemist. Het is belangrijk om goed om je heen te kijken natuurlijk. Zodat je niks mist. Want je hebt stuff nodig om te ontsnappen. En er zit een vampier in dit deel. Schijnt. Als ik me niet vergis, komt de game ook uit op Xbox Series X. Maar, dit is niet zo'n kind of other item. Maar is de demo exclusief voor PlayStation? Dat is wel een opvallende keuze. Oeh. Hallo? Heeft zij nog? Ik denk het niet. Help me, brother. I'm trying. Ja, deze stoel ook, jongen. Mijn god. Doet me ook een beetje denken aan Saw. Die serie. En Saw was op het begin was echt enorm vreed, hoor. Maar weet je, nou, kijk, het is een film. Wat gaat voor een chockerend effect. Dat effect bij 8 heeft het in ieder geval. En na 8 delen is dat er wel een beetje vanaf natuurlijk. Maar ze gaan nu met Spiral, een soort van spin-off, beginnen. Met Chris Rock in de overrol. Het lijkt me best wel dope, om heel eerlijk te zijn. Oké. Ik heb iets gemist nu, sowieso. Want ik heb een sleutel of bolt cutters nodig. Daar liggen bolt cutters. Oh, die was gevallen. Dat had ik even gemist.
Ik hoorde ook geen geluid, namelijk toen nog een lijk. Jesus. Laten we deze knippen. Volgens mij had ik dit gezien in de stream. Hier ligt iets in. Lockpick. Kijk, daar kunnen we wel wat mee. Dat is die deur daarachter. Die stond op slot. Oh. Jezus. Ik had eigenlijk even die hartslagmeter weer aan moeten sluiten. Oké, doe het dan. Het ziet er echt prachtig uit. Echt insane. Zoveel zin in deze game, jongen. En first person perspective werkt ook echt goed voor horror games, moet ik zeggen. Third person breekt toch een beetje de immersie. Niet dat er iets mis is met de eerdere Resident Evils natuurlijk, hè. Maar dit is toch wel een ander niveautje, vind ik zelf. Wat prefereer jij? Third person of first person? Laat het even weten. Ik ben wel benieuwd. Holy cow. Zag je die hand daar bewegen? We gaan geen poging wagen om hem te helpen? Oké. Dans macabre. Think so bad. Wat is het, gewoon bloed? Waarschijnlijk wel. Daar gaan we weer. Echt niks over het hoofd zien. Ik heb geen zin om te moeten backtracken. Examen. June 9th, 1958. It was my first day working at the castle today. I was most shocked to see the masters of the house were all women. The mistress and her daughters were very adamant that they wouldn't bite. It was quite peculiar. It's been 2 weeks since I started working at the castle, and I'm a little afraid. Another maid, Adela, made a mistake, and Miss Daniels slashed her face with a knife. And at night, I can hear wailing as if ghosts roam the halls. I want to go home. I don't know what to do. The young ladies were complaining that it was too hot and stuffy during dinner, so I opened up the window just a crack, and they were, shut it now! They all shrieked at me in unison. I fear I might have taken, I may be taken down into the cellar. Never to be seen of again. I don't know what to do. I don't know what to do. Zou dit de persoon zijn die in die barrel zat? En de kastanjes? Ik zie hier verder niks. Oh, de trap. We must go up. Dat werd er al gezegd. Maar wie heeft dat briefje voor ons achtergelaten? En waarom? Iemand helpt ons. Of worden we juist in de val gelokt? Kijk, dit ziet er wel echt heel mooi uit hoor. Necklace. Kunnen we hier nog iets mee? We kunnen verder niks mee, hè? Ik hoor iemand op de gang. Oké, laten we gaan kijken.
kleine tegenvallen dat het niet die classic Resident Evil animatie is waarbij de deur open gaat. Het is wel echt heel donker ook. Ik hoop dat jullie ook wat kunnen zien hoor. Oké, nee. Lijkt wel iemand in te zitten. Hier is verder niks. Oh, dit is waar we vandaan kwamen. Daar zit ik echt helemaal niet op te letten. Loopt iemand op de gang? Hier zit niks in. Will it lead to my salvation? Kijk dan. Ah, dit vind ik echt heel mooi gedaan. Dat zag ik gisteren ook tijdens die stream. De vibes zijn echt, echt heel erg goed hoor. Het is wel even iets anders als Ghostbusters. Hoe vet zou het zijn als ze een dark and gritty Ghostbusters gewoon maken? One eye is just an empty socket. Oké. Volgens mij moesten we die ring zoeken. Ik weet niet waar die is, maar... Laten we kijken. Laten we vooral uit de zicht blijven van de enemies. Die is ook dicht. Het zou sowieso niet een hele uitgebreide demo zijn, hoor. Oké, we moeten gewoon naar beneden. Koffie begint een beetje koud te worden. Oké. Creepy. Creepy. Kijk, is dit ook weer bloed? Kijk, dit lijkt lippenstift, maar als je zo kijkt, denk toch dat het bloed is, hè? Niks te vinden. Dit vind ik altijd vervelend, wanneer je items hebt en je weet niet zeker of je er iets mee moet doen. Je hebt anders ook zoiets van, waarom kan je het anders examinen? Slaan. Ah, hier. Zit niks in. Is raar toch? Waarom zit er niks in? Nog meer occulte stuff. Door naar de volgende kamer anders. Het courtyard, kunnen we erin? Nee, denk ik niet toch? Nee. Raam ook dit? Nee, ik kan hem niet doen. Ja, wat is dit nou weer? Er moet hier toch iets zijn, zou je zeggen. Zit er echt niks in dat laadje? Ik kan er ook niks instoppen, nee. Ik heb dit vertrouw ik niet. Oké, guess not. Candidates. Irina, Mihaela, Lois. En een hele lijst aan rejects. These are like the clothes I'm wearing. Zie, dit is die gast. Waar we over lazen, denk ik.
al die laadjes open, zit er niks in. Zie ik iets over het hoofd dan? Onder de trap? Nee, ook niet. Ja, nu begint het toch wel een beetje heel erg vaag te worden. Iets bij die armor dan? Nope. Nope. Dan zou ik toch zeggen dat het iets in... Ik hoor een deur opengaan. Zou je toch zeggen dat het hier iets is, toch? Met die necklace moet je toch ook iets kunnen doen? Toch? Kan er niks mee. Oeh, daar kan ik wel wat mee. Ja. Oké, okay, we found it. En deze moet natuurlijk... boven, daar erin. He's trying to get out of here alive. Er loopt iemand op de trap, zie je dat? Zit. Je moet dus alles wel echt goed examinen. Het lijkt me zo vet om dit soort games te maken, man. The winemaking techniques of Castle Dimitrescu can be traced as far back as the 15th century, long before the current occupants of the castle. Alcina Dimitrescu uses this legendary yet peculiar technique to enrich the wine's flavor intensity and bestow it with a thick bouquet. Her best vintage is Sangui Virginis, meaning maiden's blood. It's kept in a special ornate bottle decorated with intricate silver flowers. We hebben het glas volgens mij al gezien. Want dat klinkt namelijk ook een beetje zo. Courtyard key. Oké. Konden naar de courtyard. Dat was sowieso. Ding. Moeten we wel daar kunnen komen. Oh. Ik loop verkeerd. I'm watching you. Oh. Waar is ze? I won't last until dinner. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. How's it feel? Ik kan niet sprinten. Waarom kan ik niet sprinten? Kom op, kom op, kom op. Courtyard, courtyard key. Let's go, let's go. Dood, man. Mijn god. Woe! Ja! Ah, dit was het einde, dat weet ik wel. Thanks for playing our visual showcase.
pre-order Resident Evil Village at the PlayStation Store. Wauw, jongens. Oké, dit was hem. Resident Evil. Ja, niet echt de game natuurlijk. Maar wel een hele kleine taste van wat ons te wachten staat. En om heel eerlijk te zijn, ik maak me echt geen enkele zorgen dat dit een hele vrede game gaat worden. Ik heb genoten van deze visuele presentatie, als we het zo mogen noemen. Deze escape room. Het zag er vet uit. Het zag er eng uit. En de vibe was ook erg sterk. Dus ja, Resident Evil Village. Ik ben er psyched voor. En download de demo voor PlayStation 5. En volgens mij zelfs ook voor PlayStation 4. Maar dat weet ik niet zeker. Thanks voor het kijken, guys. Tot de volgende keer. Later!